Ik ben bij Tattoo Liesje in Schagen. En ik laat vandaag een tattoo zetten op mijn onderarm. Je arm gewoon hierop laten leunen. Ik laat een tattoo plaatsen voor met het woordje faith, als in vertrouwen. Afgelopen anderhalf jaar is er heel veel op mijn pad gekomen. Heel veel reuring geweest. En ik merk dat ik er eigenlijk al heel veel vertrouwen uit kan putten. Eind oktober 2016 is mijn oudste broer van 45 plotseling overleden, 's ochtends vroeg. Mijn ouders hebben 5 kinderen, dus dat was hun eerste zoon. Heel erg heftig. En uiteindelijk is het balletje gaan rollen, bleek het erfelijk te zijn. En toen is gebleken dat ook ik daarmee rondloop. Ik heb het syndroom van Brugada. Dat is een syndroom wat op den duur hartritmestoornissen kan veroorzaken. En in het ergste geval ook een hartstilstand. En ik heb een hele milde, lichte variant. Dat betekent alleen wel dat ik elk jaar op controle mag. En dat ik matig met alcohol mag omgaan. En ook bepaalde medicatie niet meer mag in de toekomst. Het kleine sterretje wat ik erbij heb laten zetten, is een sterretje voor mijn broer. Als gedachte aan hem. Dat ik het idee heb dat hij toch wel bij me is. Want zijn overlijden is wel een aanleiding geweest om dit voor mezelf te doen. Mijn grootste angst is, omdat ik ermee rondloop, mijn zoontjes, die hebben ieder ook 50% kans. Dus dat wordt onderzocht op latere leeftijd en ik zou ze dat willen besparen. Ik weet wat ik nu kan en mag laten, maar ik zou dat hun willen besparen. De zorgen die ze zouden kunnen hebben en al het gedoe wat erbij komt kijken. Zo denk ik. Kijk eens. Ja, ik vind het prachtig. Ja, ik ben er heel blij mee. Niet zo heel zwaar en niet zo heel zwart. Maar heel fijntjes. Ja, prachtig.